Echt? Wil een keer mijn klootkus geven. Hoppa, wow! Een hele goede morgen zonder zorgen. Het is vandaag een super zonnedagje, lekkere zomer. We kunnen jammer genoeg geen frisse duik nemen in de Blijmeersen, maar wel een frisse douche. En dat heb ik deze ochtend lekker gedaan. Het is het enige dat hier nog open is. En vanaf 1 juli is het hier waarschijnlijk betalen of zo. Of reserveren. Ik weet het zelf niet. We gaan het allemaal zien. Maar 1 juli zijn we op zomertour. Dus dat maakt allemaal geen fuck uit. Shirley is daar aan het omkleden. Dus die kan ik momenteel niet filmen. En ja, wij gaan de dag lekker chill in het zonnetje beginnen. Ik heb alvast zin in een super lekker fris ontbijtje. Ik hoop dat we nog yoghurt hebben. Joe! Hebben we niet, hè? Nee, shit. Oké, ik heb hier net ontdekt dat iedereen hier aan het sippen is. We hebben hier de sip yoga. 4 juli en 15 augustus. Hoppakee, jullie zien het. En deze mensen, die mogen wel op het water. Holy moly. Misschien moet ik een keer een mailtje sturen en een keer vragen wat dat het echt is. Check trouwens deze foto van de sip yoga. Hoe vet is dat niet? Damn. Godverdikke. Lekker. Shirley heeft ontbijt gemaakt en het ziet er weer goed uit. Een echte keukenprinses. Lekker. DJ Tony. Ça va? Bij jou? Sorry, hoe gedaan? Waarom zie je dat niet? Hallo, ik sta erin. De Van-tour. Oh shit. De Van-tour. Oké, Tony, geef een keer een nieuwe tour in uw nieuwe bus. Ja, welkom. Dat is hier mijn kastje. Nog een kastje, mijn bureaustoel. Voor de chillings. En voor de voet op te leggen. Nice. Dat is de nieuwe Van. Als je dit komt, heb ik hier ook de kaftusjes. Check dit, alles erop en eraan. De frigobox. En dat voor de pintjes, hè. En waar is je bed? Hier. Je doet dan dat ding, hè. En dan openklippen, of zo. En dan naar je bed. Nice. En hier mijn kleerkast. Veel te grote onderbroeken in. Hey, het is wel nice. Het is wel nice. Het is vet hier, hè. Ja. Sowieso. En de ledstrips zijn ook alweer. My world is a happy place. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Oud genoeg om beter te weten en jong genoeg om het nog eens te doen. Echt op alle puntjes. Op alles voorbereid, hè? Ja, ja, ja. Dat is allemaal slim, hè. We zeggen nog mooi. Ja, hè? Ja, dit is allemaal vet. Maar je is wel iets lager op de benen dan. Ja, dat is iets lager. Ja, ja. Of gewoon de vloer is misschien wat hoger en geïsoleerd en dit en dat. Super vet, Tony is hier onverwachts een bezoekje komen brengen. Wow, de barspin! En hij heeft ook een nieuwe step, gewoon van Decathlon. Jullie zien het, die zijn tegenwoordig al goed genoeg. En als je wilt. De setup moet niet duur zijn om goed te zijn. Yes. Hoppakee. Woo! Ik zie een meme aankomen. De setup moet niet duur zijn om goed te zijn. Zo echt zo'n meme met de meest crappy step zo. Ja. Laat mijn vorige step. Oké, super vet. En die bus dat we daarnet hebben getoond, dat is niet van Tony. Dat is van de guy Pascal. En die is van Mobiel Wonen. Dat is zijn YouTube kanaal. Oh, langs hier. Die guy maakt af en toe video's. Hey, homies. De vibe in Gent is terug. Fucking stoked. Oké, die guy maakt ook gewoon soms video's op YouTube, helemaal op het gemak. En dat is de dude dat vorige winter mijn kattenluikje heeft gefilmd. Dus ja, dat was zijn. Heeft gemaakt. Dat was zijn bus. En we hebben daarnet een paar shots erin genomen voor te lachen. Oh, slider! Nice! Oké, we zijn in het wassalon. Hoppa! Mijn tassen staan hier. 1, 2. Hopelijk is de was droog. Is hij droog? Oh yes. Ik doe altijd zo om te testen als dat droog is. En het is. Het is droog. Joe! Let's go! Bar spin erop. Af! Ja? Dan
denk dat beter dan hier. Andere kant? Oké, dan kom ik naar daar. De was is alles is al gefixt. Hoppa, jullie zien het. Twee zakken. Dubbel zoveel werk met een vrouw in huis. Check trouwens deze hoop vuilnis. Wow. Oké. Okay. Ik weet niet wat dat is. Ik zou die rail grinden. Ja, easy. Joe! Sick! Ik kan hem iets harder verwachten. Veel nog mee. Ja, die landing was wel zacht, hè? Ja, het was echt smooth. Misschien is dat door die step. Kan ook, kan ook. Oh. Joe! Nice! De stees zit er nog altijd in. Ja, hé, lang alleen. Damn. Laat in de comments weten, of ja, schrijf in de comments witte pens als je dat hier hebt gekregen. Want Tony eet nog altijd witte pens. Wow, dikke slider! Style! Dikke stees, man. Die komt klagen of niet? Die guy, nee, die komt gewoon kijken, denk ik. Oh. Die rel is net iets voor. Joe! En meneer, wat denkt u? Mooi. Onnozel, hè? Wat? Onnozel. Onnozel? Zie je? Ja, nee, wat dat ervan denkt. Ah, ja. Ja, dat ik daar niet voor ben, ik hoor je, hè? Ah, echt? Dat ik daar niet voor ben. Geen idee, tijdens corona hebben ze. Geen van, ik wel. Tijdens de corona hebben ze ons gezegd: je moet creatief zijn. Wil een keer mijn klootkeus krijgen? Echt? Wil een keer mijn klootkeus krijgen? Dat zou ik niet wel. Zet het erop, ja. Ja? Ja. Oké, okay. Ik ga erop zetten. Oké. Okay. Dank u voor uw toestemming. Nee, dank u. Eentje voor de gram. Oké, eentje voor de gram. Daarachter moet je door zijn, hè? Ja, daarachter is het gedaan. Van aan best. Dat vond niet goed hoor. Nee? Oké. Ik weet. Oké. Wat is een nieuwe step? Ja. Ik moet een reclame doen, man. Ja. Het is een nieuwe step. Wil je lachen met de thumbnail? Een foto? Het staat erop. Nee, we zijn trucjes aan het filmen van Tony op de step. Hoppa. Oké, okay, de was is gedaan. We zijn naar huis. Ciao, ciao. Goed weekend, hè. Eens, flinke man. Wat? Wat zegt die guy allemaal? Wat zegt die guy allemaal? Hoppa, hallo. Ja. Oké, okay, dat was echt ziekelig. Dat was ziekelig, sowieso. Yes, we gaan terug verder op tour. Tony gaat hier nog een special doen, ik voel het. Ik voel dat er hier nog een gekke trick gaat gebeuren. Misschien worden er hier nog chicks versierd onderweg. De meisjes zijn er al aan het kijken. Op de achtergrond. Hoppa. Joe. Hoppa. Yes. Damn. Deze stees is tijdloos. Hé, maar die sliders zijn wel hard. Die sliders zijn wel hard. Ik verlies hem altijd. Oké, okay, slider. Ja, 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 ja. Nee, weet je, je moet je handen iets anders houden. Ja, dat komt goed. Dat komt goed. Ik ga het u straks leren. Ik ga het u straks leren. Dat zou blijkbaar binnen een paar weken af zijn. Ella, nog niet op het skatepark, hè jongens? Hè? Hey. Damn. Dat gaat zot worden, hè? Sowieso, man. Holy shit. Weten jullie wanneer dat het af is? Binnen een maand? Ja, ja, ja. Midden eind juli. Eind juli? Eind juli, ja. Midden eind. Oké. Okay. Dat kan toch nooit? Jawel, de helft staat er. Dat is ook wel. En alle grondwerken zijn gedaan, het is gewoon afwerking. Ja. That's it. Maar hier en daar nog. Ja.
één ding is zeker, dat wordt hier het vetste skatepark van België, sowieso. Wat denk jij van het skatepark? Ja, ondertekend, fucking vet. Super nice. Ik denk dat Tony al de nieuwe bus moet beginnen bouwen om binnenkort aan de Blaarbeest te staan. Ze weten het nog niet. Ah, ja, ze weten het nog niet, oké. Okay. Oh shit, oh. Sorry aan de motorrijders vandaar, ik heb jullie doen verschieten. Maar het komt goed, je moet altijd alert zijn op de baan. Voor de mensen die ze afvragen waarom ik mijn helm niet meer draag, ik ben die alweer vergeten op de boerderij. Dus dat is een beetje kut. Waarom draag jij geen helm? Omdat ik nog niet op mijn hoofd ben gevallen. Yes. Ik denk dat het wel belangrijk is voor bescherming te dragen. Maar als je gewend bent zonder. Sowieso. Dus als je start, maak ik je van de eerste keer gewend. Om bescherming te dragen. Yes, binnenkort. Ik dat right. Binnenkort bescherming op de webshop. Yo! Zijn hoedje. Wat ligt er hier? What the fuck? Er is iemand zijn hoedje vergeten. Oeh, dat ziet er eigenlijk niet slecht uit, zijn hoedje. Dat is gelijk spekkelijk van hier. Oei, het is te klein voor mij. Tony. Het is voor jou. Het is voor jou. Hey, sowieso gaat dat passen bij jou. Het is echt te klein. Yes. Boom! Sick! Oh shit. Woehoe! Wij hebben een lekkere sessie geknald, toch? Jo! Het was veel te warm, we zijn lekker aan het zweten en we gaan nog een heerlijke duik nemen, denk ik. Sowieso, yes! Jo! Skatepark staat er nog altijd. De werkmannen zijn blijkbaar een paar dagen gestopt met bouwen, maar binnenkort komen we terug goed. En het fietsenrek is ook al gefixt. Jullie zien het. Stoked voor het nieuwe skatepark? Overdreven stoked, jullie zien het. Hoppa, de barspins zijn terug. DJ Tony is terug. Oké, let's go. Oké, super vet. Ik kom hier terug bij de bus en er staan hier twee homies. En ze zijn super chill sowieso, we hebben eventjes gepraat. En het gekste van allemaal is, deze guys kennen elkaar al 2 jaar. Het is de eerste keer dat ze elkaar zien. Ze kennen elkaar vanop de PlayStation. Hoe vet is dat niet? Welk spel speelden jullie? Fortnite. Ja. Ah, het Fortnite, sowieso. Willen jullie nog iets zeggen op de vlog? Het is nu het moment. Een shout-out to Kirsten. Right. Als we naar Kanji en Wannes. Right. Shout-out naar jullie, man, sowieso. Yo. Tot de volgende, Tony. Salut. Tot volgende week. Ja, want met de hoeveel likes gaan we volgende week terecht, chill? Oh, hoeveel haal je er normaal? 3000. Bij de 3000, nee, bij de 2000 dan. 2000 likes. Ja, maar sowieso chill. Alright. Voilà, goed. Ciao, ciao. Tot de volgende. Yes, dikke chillings met DJ Tony. Wie had er dat verwacht? Hoppa, wow! De zware voet is nog altijd aanwezig. Oh my god, legendarisch. Hoe hard heb ik dat gemist? En ik weet dat jullie het sowieso ook hebben gemist. Wij gaan nog een keer het stad in. Ik heb nieuwe sjoutjes nodig. Na 5 jaar ga ik deze vervangen. Die hebben ooit 5 euro gekost. De zakken zijn kapot en ik heb graag een nieuw sjoutje. Dat zou echt nice zijn. Hoppakee. Let's go. Yes. Dus appelmoes. Heb je de mayonaise? Ja, dat is cool. Ik heb er nog veel. Is dat? Ja.
Yes. Super vet, we zijn hier op een van mijn favoriete spots in de geschiedenis. De betoncentrale aan Dok Noord. Shirley is daar aan het chillen en die twee zakken dat jullie zien, daar zit iets heel lekker in. We zijn net kip gaan halen met patatjes, appelmoes. Ik heb de vorkjes hier in mijn handen en we gaan lekker genieten. Maar ik wil jullie dit nog eventjes tonen. Check dit. Er hebben hier mensen allemaal busjes gezet. Deze guy heeft zelf een windmolen. Jullie zien het. En die hebben hier alles afgesloten. Die hebben hier een soort van community gemaakt. Hoe vet is dit niet? Iedereen met zijn eigen busje. Ik ben wel benieuwd van waar dat ze zijn. Ik ben echt wel benieuwd. Hoppakee. Wow, yo. Er hangt zelf geen nummerplaat op. Jullie zien het. Er hangt geen nummerplaat op. Dus ja, geen idee. Oei, oei, oei. Het ziet er alles super cool uit. Wow, yo. De hond is aan het blaffen. Jullie zien het. Heel heftig. Wow, yo. Super hygiënisch, hè? Oei. Ja, hier. Oké, super vette. Die honden begonnen te blaffen. Opeens kwamen ze eruit en er kwam ook een guy. En uiteindelijk was het gewoon een hentenaar. Super chill. En die was wel vriendelijk. Die wou gewoon niet op beeld, wat ik wel begreep. Maar ik mocht alles wel filmen. Vannacht hangt er geen nummerplaat, van voor wel. En de bus rijdt nog. Ik heb het in mijn vraag. Die bus rijdt nog. Dus ja, super legendarisch. Wij gaan lekker eten. Toon maar een keer wat wij hebben gekocht. Al deze lekkernij. Appelmoes. Appelmoes. Queen's Jewel. Met dat is echt mayonaise. Een koninginne appelmoes. Mayonaise. Super nice. Ja, het lekkerste van allemaal. Patatjes en kip. Scheur dat maar om. Dat gaat echt smaken. Shit. Een verse kip. Een Mechelse koekoek. Heerlijk. En die patatjes. Oké, wij gaan hier genieten. Eet makkelijk als jullie ook eens gaan eten. Of aan het eten zijn. Jullie mogen nog één keer in de zakken. Hoppa. En hoppa. Wij zijn hier uiteindelijk geëindigd op een van de chillste spots dat je maar kan bedenken. Check dit. Bar Bricolage. Ik heb hier ooit een rondleiding gegeven voor de vlog. Maar nu zitten we hier een lekkere Frits cola te drinken. Hoppa. Santé. Ching ching. Joe. Vandaag was weer een fantastische dag in dit mooie paradijs. Ik hoor dat er daar een feestje aan de gang is. Horen jullie het ook? Een of ander technofeestje sowieso. Maar ik ga de vlog afsluiten. We gaan nog een filmpje kijken. Lekker chillen in de bus. En ik zou zeggen, like de video. Deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals elke dag om 5 uur. Peace out. Ciao, ciao. Yo.